maar er is ongetwijfeld nog veel nuttigs te zeggen over het thema mobiliteit in Kruibeke. En dan ga ik over naar Kruibeke Plus om hier een eerste reactie op te geven. Ik heb het thema mobiliteit toegeschoven gekregen uiteindelijk. En wat is uiteindelijk mobiliteit? Dat is je verplaatsen van A naar B binnen een bepaalde tijd. Nu, uiteindelijk zijn we allemaal mobiel, maar we zijn zo mobiel geworden dat wij eigenlijk stilstaan. We kunnen eigenlijk niet van de mobiliteit geraken. Nu, op dit moment ervaren we allemaal die dat gebrek aan mobiliteit door werken die aan de gang zijn. Nu, ik stel me steeds dikwijls de vraag op dit moment, is er wat coördinatie tussen allemaal die aannemers? Allemaal die mensen die zijn bezig, die hebben omleidingen volgen. Wie coördineert allemaal die werken eigenlijk? Hoe ga je om met verschillende aannemers? Er zijn grensoverschrijdende, gemeentegrensoverschrijdende werken. Allemaal doet maar wat aan. Ik neem aan dat de gemeente niet altijd van toepassing kan zijn, want die werken zijn soms in opdracht van de overheid. Dat is ook een feit, ik heb dat begrip voor. Maar uiteindelijk, als je de wegwijzing voor, wie onderhoudt dat, wie bekijkt dat, wordt dat vooraf gepland. Ik denk dat het is tijd wordt dat we eigenlijk gaan, echt een mobiliteitsstudie gaan maken in deze gemeente, om dus alles in goede banen te rijden. Een mobiliteitsstudie en duidelijk meer overleg bij de plannen werken. Ik heb nog één bemerking. Ik heb dus even op de website van de gemeente gekeken. En ik heb daar een, een mobiliteitsambtenaar, dacht ik. En die heeft enkele plannen, enkele regeltjes op papier staan. Voetgangers, parkeerbeleid nog iets, ik weet niet wat. Het wordt tijd dat men dat is uitwerkt, denk ik, voordat men is de mobiliteitsambtenaar terug aan het werk zet. Ik ben een burger, ik heb geen directe zicht in wat jullie allemaal doen. Dus, maar ik heb het teruggenomen. Laat de mobiliteit is iemand een goede studie gaan maken. Meneer, vragen kunnen via de papiertjes of daar al doorgegeven worden aan de zijkant bij de mensen van de jeugdraad? Alles mag niet zeggen. Van de andere personen die aan tafel zitten, CD&V bijvoorbeeld? Mobiliteit houdt heel wat in. Een mobiliteitsplan hebben we in Kruibeke, maar het moet geactualiseerd worden. En daar treed ik chef toe bij. Het is heel dringend. We hebben momenteel een mobiliteitsambtenaar. Die is er niet meer bij de gemeente, want die is een aantal maanden geleden op pensioen gegaan. De bedoeling is dat dat terug zal herbekeken worden in het personeelsplan, hoe dat kan opgevangen worden. Maar het is inderdaad heel belangrijk dat het mobiliteitsplan herbekeken wordt. Want een update is noodzakelijk, niet alleen voor de wegenwerking te coördineren, wat fantastisch belangrijk is, dat ondervinden we allemaal vandaag. Hè. Er is wat misgelopen en de bedoeling is dat dat zeker naar de toekomst toe niet veel vlotter zal gaan. In dat plan kan er uiteraard een stuk van opgenomen worden. Maar het mobiliteitsplan is meer dan dat. Het gaat ook over parkeren, het gaat over openbaar vervoer, busverbindingen naar buiten de gemeente en dergelijke. Ja, het is duidelijk dat de mobiliteit eigenlijk over meer gaat dan uiteindelijk een plan. Hè? Dat is, het gaat over doorsturing van de gemeente. Sassen verstandige lichten laten plaatsen of zo, die snel denken dat er zeer goed verkeer is. Het vervat heel wat voetpaden, veiligheid aan scholen, ja, daar kan er heel wat over doorbomen eigenlijk. Meneer Van Herten, wil reageren? We hebben een mobiliteitsplan. We hebben een mobiliteitsplan gemaakt en ik ben meegewezen naar de ouders over dat mobiliteitsplan. En ik ga daar zeggen, dat is geen fabeltje, ik zeg dan een woord van eer wat je zegt. En al wat ik hier zeg, moet mij dan graag op pakken of gelijk wat. Ik zeg hier allemaal zaken die goed zijn weer. En niet zomaar die je maar ook eens in de wind geslagen zijn. Mobiliteitsplan zijn wij dan ontvangen in Gent en daar geloofd, hè, tot en met, en gezegd van kijk, dat is dus mobiliteitsplan om u tegen te zeggen en we gaan dat gebruiken als model voor andere gemeentes. Hè. Dus over mobiliteitsplan, en dat gaat er ook onder andere over al die inhoudelijke, waarin we praten over het verschil tussen woonstraten en de straten met het verkeer, want het gaat over gemengd verkeer, denk ik meer, dat zit allemaal tot in detail uitgewerkt.
ook het thema erbij van nabijheid is de beste mobiliteit. Dus inplanting van bepaalde zaken die noodzakelijk zijn. Maar dus, wat het werken betreft, daar gaat gewoon een klacht over. En de sfeer van vandaag, dan moet ik eerst wel zeggen, dus het is nu toevallig hier bij elkaar gekomen dat al die werken bijeenkomen. Daar zijn alle gemeenten in gans Vlaanderen geweest. Wij zijn nu de laatste aan de lijn, omdat we ook het laagste punt van Vlaanderen zijn. En dus in mobiliteit, en dus in werken van Aquafin, zijn wij dus de laatste geweest. Kruipingen en Baardenpont is het laagste punt van België. Je moet pas stand meenemen. Het hoogste punt van België kent iedereen, dat is het signaal de Potrouws. En de school en ik heb het laatste punt was. Waar ik nee. Dus, en nu dus, Kruipingen en Baardenpont. En dan weet je ook wat betreft Aquafin. Riolering afwateren bij het laatste project waren. En onlangs de laatste pompen voor de plek in gebruik genomen. En dat komt allemaal een keer samen, maar dat zal ook zijn dat dat dan voor de komende tientallen jaren zal opgelost zijn. Dan ook een financieel aspect eraan verbonden, maar ja, ik vind altijd een beetje moeilijk dat je debat zou kunnen zijn hier bekijken. Ook in het, wat het financiële betreft, van al die werk en aquatie, moeten we zeggen, zijn we van de enige van de weinige gemeenten in Vlaanderen waar wij vruchten plukken van het voorbije beleid van zoveel jaren. Dat wij iets gemengde jorderingstelsels hadden, als de zorg juist zegt, jorderingen verkocht. En hier, wij hebben daar geld voor gekregen. Alle gemeentes moeten omschakelen naar een systeem van jordering, bescheiden jordering, en hun jorderingen overdragen, niet wij, alle gemeentes hebben hun jorderingen overgedragen aan de Vlaamse watermaatschappij. De waterleiding is nu verantwoordelijk ook voor het oppervlakte en voor het vuilwater. Dus ook iets, je mag zeggen van, wordt jorderingen verkocht, is niet waar, hè? Het is een decreet, het is een Europese regeling. Goed, ik ga nog even, omdat u wil reageren, Kruipingen Plus en Jos mag dan afsluiten nadien voor dit thema. Ik wil nog één ding zeggen over de mobiliteit ook. Moet je eens niet stellen en stoppen met al de plekjes die in de gemeente open zijn, gaan die dan vol te bouwen. Je krijgt eigenlijk altijd maar meer inwoners, wat dan is uiteindelijk de mobiliteit niet te goede komt. Dat lijkt me ook een punt dat je toch eens moet bekijken. Meneer Stassen? Dankjewel. De VRD heeft een schitterend initiatief genomen en heeft aan mensen in België gevraagd, van Vlaanderen gevraagd, van doe voorstellen en stel vragen aan de politiekers. De vragende partij heet dat. En wat is daar de analyse van? De meeste vragen gaan over verkeersveiligheid en mobiliteit. What? Dat is toch het thema dat de mensen het meest bezighoudt. Maar dat betekent ook dat het thema is dat het minst makkelijk is op te lossen. Dus dat betekent, als je zegt, we hebben een globale oplossing voor de mobiliteit in Kruipingen, dat is niet zo. Je kunt een plan maken, dat wordt een goed plan, geef dat rustig, een goed plan, maar je moet het actualiseren. En tegelijkertijd moet je een aantal maatregelen nemen die aangepast zijn aan de nieuwe situatie. En er zijn een paar dingen uitgeprobeerd in Kruipingen. Er is uitgeprobeerd om gemengd verkeer te maken op bepaalde punten. Dat wil zeggen dat je op het dorpsplein in Kruipingen bijvoorbeeld geen zebrapalen hebt. Op heel wat andere plaatsen heb je geen stoepen, omdat men zegt van, als je gemengd verkeer doet, namelijk voetgangers en fietsers tussen de auto's, dat vertraagt het verkeer. Er was een systeem dat goed is en dat uitgeprobeerd is daar, maar we hebben ook gezien dat daar beperkingen aan zijn. En we hebben het geleerd dat je dat systeem alleen maar kunt doen op die plaatsen waar men effectief 30 rijdt. Niet waar men 30 moet rijden of 50 moet rijden, waar men effectief 30 rijdt. Dus dat betekent dat een aantal van die dingen moeten aangepast worden. We hebben ook geleerd dat er een aantal punten zijn rond verkeersveiligheid en fietspaden, die moeten aangepakt worden. De oplossing van de Kattenstraat met die varkensruggen is geen geweldige oplossing, maar het heeft wel gemaakt dat er niemand meer overhoop gereden wordt. Dat soort van dingen hebben we nodig om te gaan doen. Dus een globale oplossing voor het mobiliteitsprobleem in Kruipingen gaan we niet krijgen, want daar is het probleem te groot en te complex. Wat we wel kunnen doen, is namelijk concrete maatregelen nemen op die punten waar we zien dat het nodig is. En denk aan gemengd verkeer op plaatsen waar het meer kan en in de fietspaden waar het nodig is. Ja. Dank u wel. Ik heb nog niet gevraagd van Kruipingens Belang of dat zij nog een toevoeging hebben. Wij beamen natuurlijk dat er veel problemen zijn qua mobiliteit. Dat is duidelijk voor iedereen, dat moeten we dus niet ontkennen. We moeten ook we kunnen toegeven dat ze niet zo gemakkelijk op te lossen zijn. Maar langs de andere kant, als een burgemeester praat over een plan dat opgemaakt geweest is en dat met zomaar aanvaard geweest is in Gent, dan kan ik dat geloven, maar door welke mensen is dat aanvaard? En het antwoord zal zijn door specialisten. Maar hebben die specialisten altijd gelijk?
dat de vraag die ik me stel, dat gemengd verkeer, waar wij voorbeelden van hebben in Basel en in Zuid-Vermonde, is dat handig? Nee, dat is mijn antwoord. En een van onze punten is, wij wensen daar een echt fietspad te hebben. Zowel in de Vermondestraat als in de Persenstraat. Dank u wel. Gaat duidelijk veel gepland worden de komende jaren op het vlak van mobiliteit. U wenst toch een korte reactie afsluitend? Op die mobiliteit wil ik verwijzen een keer dat we destijds zoveel aan de truck en kruimingen de sluizen hebben ingevoerd. En hoe daar de boycott tegen was en het verzet tegen wat in die sluizen. Als die sluizen niet moesten geweest zijn, hoeveel doden denk dat er dan zouden gevallen zijn in Kruijwijken? We hebben die sluizen kunnen krijgen destijds en er zijn meestal jonge mensen aanwezig die het verhaal niet kennen van de geschiedenis van Kruijwijken en van de Lange Straat en de Gemeente. Maar wij zijn een tijd begonnen met aan ieder verlichtingspaal, Gans de Westweg, borsten staan, hier twee zware gekwetsten, hier één dode, daar één dode, hier drie doden, hier twee zware gekwetsten. En dat heeft minister Sauwers in de tijd doen bewegen om te zeggen, kon eens praten naar het kabinet eigenlijk. En vandaar is begonnen het initiatief om de doorsteken van gewestwegen de dorpskernen om die aan te pakken. En te zeggen, kijk, daar valt enorm weg, dat een gewestweg per se zo beter moet breed zijn en lekker meer. Die mag smaller worden, dan moet wel in de listening komen en lekker meer. Dat hebben wij gedaan gekregen en dat hebben wij een uniek project gerealiseerd. De twee sluizen in Kruijwijk, wat men van Europa komt naar kijken. He. Vanuit Duitsland komen we hier kijken om te zeggen dat we het probleem opgelost hebben. Een smalle straat en ook geen zebrapaden. Ik wil geduldig zeggen op zebrapaden, dat was de vorige verkiezing ook in zijn item. Kijk naar de kranten. De meeste doden komen vallen die gebeuren bij voetgangers, gebeuren op de zebrapaden. Zeg alsjeblieft tegen uw kinderen niet en trek hem maar schoolkinderen ontvangt. Zeg met dat achterdrukken. Geloof toch nooit, of maak nooit iemand wijs, de voetganger, dat hij voorrang heeft. He. Iemand die zo kwetsbaar is, heeft voorrang dat hij doodrijdt. Doe dat dus nooit. Een zebrapad is in een tijd gecreëerd ter bescherming van de auto. Om te zeggen wat gedaan zijn, dat op de Meiden Antwerpen allemaal die voetgangers zomaar er en daar overstaken. En in de auto zat daar een baron, zat daar een dokter, zat daar een burgemeester en de tijdsleuze mensen waren. Jullie dat vandaag weer, maar in het hebben dat zo'n best. En dan werd er gezegd van, die moeten beschermd worden, die moeten voorrang krijgen. En voetganger, gij moet toegesteken tussen de koperen nagels van de tijd. Ja, Koperwerk. Tot zijn rapport. Ik zag mevrouw de Monnie hier een reactie willen geven. Ja. We weten dat zebrapaden in onze gemeente heel schaars zijn. En toch staan wij erachter, vandaar waar het nodig is, veilige oversteekplaatsen te hebben. En ik noem het veilige oversteekplaatsen, want een zebrapad is niet alleen een paar witte vlakken op de grond geschilderd, maar is heel duidelijk aangegeven met verkeersborden en met goede verlichting, zodanig dat het wel een veilige oversteekplaats is. Mobiliteit kunnen wij aan deze tafel niet oplossen. U hoort zelf, het is zo complex. Dus een plan is heel noodzakelijk. En je moet eens in het buitenland terug gaan kijken. U zegt tegen de luisteraar dat bij het buitenland hier komt kijken wat het oplost. Hè. Maar je moet eens in Freiburg gaan kijken, het Zwarte Wal. Daar is de fietsverbaas. En daar moet je iets. En dat is het. Dat is al 20 jaar een goede burgemeester trouwens in Freiburg. Dat wil ik niet zeggen, maar dat is een feit. Ja.